Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 video op mijn kanaal. Zoals jullie aan de titel en de thumbnail hebben kunnen zien, heb ik de beste clubs uit Europa bij elkaar in de competitie gezet en wij gaan kijken hoe de clubs het gaan doen. Ik ben de coach van Ajax en ja, mijn doel is gewoon om met Ajax in de Premier League te gaan blijven. We staan in de Premier League, ik ga zo meteen alle competities laten zien, want we maken gebruik van de Premier League, de Championship, de English League 1 en League 2. En ja, ik heb gewoon even gebruik gemaakt van een website, namelijk de UEFA Club coëfficiëntenlijst. En hierin kan ik precies zien welke club dus gewoon het hoogste gerangschikt staat in de wereld. En dan gewoon alle clubs daaronder. En dit is gewoon allemaal gebaseerd denk ik op de, ja, gewoon op de prestaties in Europa. Prestaties in eigen competitie en dat soort dingen. Maar we gaan zo alles bekijken. En ja, ik kan één ding zeggen. Ajax zit in ieder geval in de Premier League. Dat is hartstikke mooi. En mijn doel is dan ook om met Ajax in de Premier League te blijven. Dit gaat een soort van miniserie worden. Ik denk dat het 4 of 5 afleveringen gaan worden. Ik denk 4. Misschien dat er meer gaan worden. Ligt eraan hoe lang het allemaal gaat duren. Maar mijn doel is dus om in de Premier League te gaan blijven met Ajax. En verder ga ik natuurlijk ook transfers doen. En ik wil het gewoon echt onrealistisch doen. Want we zitten toch in de Premier League. We hebben nu waarschijnlijk meer geld. We gaan meer geld krijgen na elk seizoen. En ik wil niet een realistisch iets gaan doen. Want het is sowieso een miniserie. We gaan ook gewoon elke wedstrijd simuleren. En we simuleren elke keer gewoon tot de helft van het seizoen. En dan gaan we kijken hoe het eruit ziet. In ieder geval, dit is dus het team dat we hebben. En ik ga dus onrealistische transfers doen. Ik ga nog even kijken wie ik allemaal ga kopen. Maar dat ga ik dan natuurlijk allemaal laten zien. Even kijken. Ik ga beginnen met de Premier League natuurlijk. Dat is natuurlijk wel het leukste, daar zitten wij zelf ook in. Dus we gaan even naar de Premier League toe. Hier hebben wij de Premier League en ik heb dus de top 20 beste clubs hierin gezet. Want in totaal heb je dus 20 clubs in de Premier League. Dus de clubs ja, gewoon de 20 hoogste clubs in de UEFA club coëfficiëntenlijst, die staan hier. We beginnen dus, het is op alfabetische volgorde, maar het zijn niet echt helemaal. Bijvoorbeeld Bayern stond op 1. Dan heb je daarna volgens mij Barcelona, Real Madrid of zo. Maar in ieder geval, Ajax zit erin, dus wij zitten erin. Arsenal, Atletico Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcelona, Porto zit er ook in. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Napoli, Olympique Lyon, PSG, Piemonte Calcio, Real Madrid, AS Roma, Benfica, Sevilla en Tottenham. Dus ja, natuurlijk gewoon, dit zijn gewoon de 20 clubs die iets hoog staan in de coëfficiëntenlijst. En op zich, ja, het zou natuurlijk wel kunnen dat wij gewoon handhaven hier. Natuurlijk zitten er echt super veel goede clubs, maar bijvoorbeeld Olympique Lyon, AS Roma, Benfica, Sevilla. Ja, dat zijn clubs die misschien net wat minder zijn dan Ajax. We gaan het allemaal zien. We gaan natuurlijk dus ook gewoon onrealistische transfers doen. Dus we gaan sowieso gewoon echt een goed team hebben. Natuurlijk hebben we dus nog meer competities. We hebben natuurlijk de Championship. We hebben de League 1 en de andere competities. Dus daar ga ik dan nu wel even heen. Hier hebben wij de Championship. En in deze competitie zitten de clubs die op plek 20 stonden. Of plek 21 dan. Tot en met plek 25 volgens mij. Want hoeveel clubs kunnen hierin zitten? Even kijken. 24, ja. Dus gewoon de 21ste tot de 25ste club zitten hierin. En dan beginnen we natuurlijk bovenaan. Want het is op alfabetische volgorde. Maar hier hebben we dus AS Monaco, Anderlecht, Atalanta, Athletic Bilbao, Bayern 04, Beşiktaş, Braga, Celtic, Frankfurt, Basel, Kopenhagen, Schalke 04, Fenerbahçe, Gent, Inter, Nationale, Lazio, Olympique Marseille, PSV, Leipzig, Salzburg, Sporting en even kijken, Valencia, Wolfsburg en Villarreal dan nog. Dan hebben we natuurlijk League 1, Engelse League 1, nog een competitie lager. Dan hebben we hier Sané Chen, we hebben AZ, Young Boys, Mönchengladbach, Burnley, Club Brugge, Everton, Feyenoord. Dus hier twee Nederlandse clubs in de Championship, dat is dan op PSV en Ajax natuurlijk in de Premier League. Verder hebben we hier nog Fiorentina, Galatasaray, Genk, Getafe, Leicester City, Malmo, Basaksehir, AC Milan, Celta Vigo, Espanyol, Rapid Wien, Real Sociedad, Southampton, Standard Luik, West Ham United en Wolverhampton. En dan gaan we door naar de laatste competitie, namelijk de EFL League 2. Hier hebben we dan echt gewoon de mindere clubs. Hier hebben we dus bijvoorbeeld Keulen, Mainz, Austria, Wien, Augsburg, Midtjylland, FC Utrecht hier nog, Zurich, Giron, Bordeaux. Even kijken, Hertha, LASK, Lille, Legia, Molde, Nice, Strasbourg, Rangers, Rio Ave, Rosenborg, Freiburg, Sampdoria, Sassuolo, Stade Rennes, Hoffenheim en Torino. Natuurlijk waren er ook andere clubs die eigenlijk wat hoog stonden dan bijvoorbeeld bepaalde clubs die hier stonden. Maar die zitten bijvoorbeeld niet in de career mode. Zoals ja, bijvoorbeeld CSKA of Zenit of Spartak Moskou. Die clubs kon ik niet kiezen, want die zitten natuurlijk niet in de competitie. Dus vandaar dat die clubs er gewoon niet bij zitten. Maar ja, op zich best wel netjes dat wij gewoon in de Premier League zitten. En mijn doel is dan ook gewoon om echt gewoon,
ja, alle seizoenen die we gaan doen in de Premier League te blijven. Ik denk dat we uiteindelijk 4 seizoenen gaan doen. En we zullen zien hoe ver we gaan komen. In ieder geval hebben we nu een voorcompetitie. Dus ik ga even simuleren tot en met hier. Want dan hebben wij de voorcompetitie gehad. En dan gaan we ook zien of we al wat transferaanbiedingen hebben gekregen. En dan gaan wij daar misschien even op in. De groepsfase van de voorcompetitie, de European Continental Shield, zijn we doorgekomen als tweede plaats. We hadden dus even kijken tegen Fenerbahçe gewonnen, tegen Swansea gewonnen en dan tegen Keulen gelijk. In de halve finale hebben wij Southampton verslagen door penalties en uiteindelijk zijn we naar de finale gegaan. En die hebben we ook gewonnen met 4-1, dus hartstikke mooi. Nu gaan wij even simuleren, want we hebben nu even kijken hoeveel weken nog. 1, 2, een half. Nou, we hebben ongeveer nog 3 weken. Dan begint de competitie, maar dit gaan we allemaal simuleren. In ieder geval, ik ga gewoon lekker simuleren de dagen gewoon. En ik hoop dat ik wat vette spelers kan gaan kopen. En dat ik misschien wat spelers kan gaan verkopen die ik niet gebruik. Zodat we gewoon even een mooie selectie kunnen maken. De eerste speler die we hebben gekocht is Doku. Hij komt over van Anderlecht en hij heeft ons 2,9 miljoen gekost. Dus dat is echt niet veel geld. Hij is 2,1 miljoen waard. Hij is 69 rated en pas 17 jaar. En hij heeft echt super veel potentie. Volgens mij tot 86 of 87 rated. Dus ja, dit is gewoon een hele goede investering voor in de toekomst. We hebben weer 2 spelers gekocht. Hier hebben we als eerst Nordin Mukiele gekocht. Hij komt open van Leipzig. En we hebben hem dus voor 17 miljoen weten te kopen. Dus dat is best wel goedkoop. Aangezien hij 15,5 miljoen waard is. Hij is 78 gerated. En heeft de potentie tot volgens mij 85. Dus dat is hartstikke mooi. En dit is dan ook gewoon een hele goede verdediger. Verder hebben we een speler van Arsenal gekocht. Namelijk Guan Duzi. En hem hebben we weten te kopen voor 10,6 miljoen. Plus het as van Madin. Nou, Madin was 9 miljoen waard. Plus die 10 miljoen is dan 19 miljoen ongeveer. En hij is 14 miljoen waard. Dus dat is gewoon ook een hartstikke een mooie prijs en ook Guendouzi heeft een best wel goede potentie. De competitie gaat bijna beginnen en we hebben dus momenteel nu 3 spelers gekocht, namelijk Doku, Mukiele en Guendouzi of zoiets. Maar ja, in ieder geval, ik ga niet nog meer spelers kopen, in ieder geval niet nu, misschien in de volgende transferperiode. Maar wat ik dan nu van plan ben is om gewoon de helft van dit seizoen gewoon te gaan simuleren. Dus dan gaan we simuleren tot en met even kijken, tot en met hier. Ik denk dat we dan ongeveer al genoeg wedstrijden hebben gespeeld. We moeten in totaal gewoon 10 of 11 wedstrijden hebben gespeeld. Maar ja, ik ga gewoon in ieder geval simuleren tot de helft. En dan gaan we zo meteen kijken hoe het gaat in de Premier League. We zijn nu gesimuleerd tot ongeveer de helft van het seizoen. En we gaan kijken hoe het gaat. We zitten nu in ieder geval in ronde 3 van de FA Cup. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we willen natuurlijk ook goed in de competitie staan. Dus we gaan het allemaal zien. Even kijken, waar begonnen wij? Wij begonnen in... Even kijken, in ronde 3 beginnen we pas. Oh, oké. Nou, in ieder geval moeten we tegen Straatsburg. Dat moet wel lukken natuurlijk. Even kijken wat we hierna hebben. Hierna hebben we de Carabao Cup. Daar zijn we al uitgeschakeld door Galatasaray. Oké, dat is op zich wel verrassend. Ik had eigenlijk wel verwacht dat we gewoon tegen Galatasaray zouden winnen. Maar in ieder geval zijn we dus uitgeschakeld. Even kijken, dan hebben we hier naar de European Cup. Bla bla bla, boeit niet. Champions League. Ja, de Champions League ziet er echt helemaal fout. Want omdat er dus gewoon alle beste clubs in één competitie zitten, kunnen we maar 5 clubs uit de Premier League kiezen. En bijvoorbeeld een Sheffield Wednesday zit nu in de Bundesliga of in een andere competitie. Gewoon een competitie waarvan ik een andere club heb gepakt. Dus ja, alles zit nu helemaal door de war. In ieder geval zien we hier Leeds, dus bijvoorbeeld Montpellier, Sheffield. We zien hier Bayern dus wel. Bayern is dus gewoon naar de Champions League gegaan met nog een paar andere clubs. City dus. Even kijken wie nog meer. Liverpool. En dan hebben we denk ik nog wel 1 of 2. En Barca, oké. Dus 4 clubs in totaal. Maar in ieder geval de Champions League, daar klopt gewoon geen ene meter van. En daar hoeven we eigenlijk ook helemaal niet naar te kijken. Misschien dat de finale uit Barca-Liverpool of zo bestaat. Maar dat zijn dan wel topclubs. Maar hier zien we de Premier League. En we gaan best wel lekker. We staan gewoon 14e. Oké, we gaan het even bekijken vanaf de nummer 1 positie. Nou, Liverpool staat bovenaan met 50 punten. Daaronder heb je Barca met 47 punten. Real Madrid 46 punten. Dus ja, bovenin is het misschien niet heel realistisch. Bayern staat 7e. Dat had ik eigenlijk al wat hoger verwacht. Maar ja, Liverpool, Barca, Real vind ik op zich best wel logisch. Nou, hier de middenmoot is op zich ook wel logisch. En dan hebben wij dus op de 14e plaats Ajax. We hebben dus 21 punten. We gaan best wel lekker. We staan op zich best wel ruim boven de degradatiezone. Napoli, Arsenal en Sevilla die dus in de degradatie staan. Met 16, 13 en 12 punten. Dus als wij gewoon nog eventjes een goede tweede seizoen zelf kunnen hebben. Dan moet het wel gewoon lukken om in de Premier League te blijven. Dus het gaat hartstikke goed. Arsenal die staat dus wel weer op de 19e plaats. Dat had ik dan niet verwacht. Dan ga ik ook even kijken hoe het in de andere competities eraan toe gaat. Namelijk de Championship en de andere twee competities. Even kijken, Championship. Nou, hier zien we Inter bovenaan. Is ook best wel logisch. Leipzig, Lazio, Valencia, Philadelphia, Olympique Marseille. En even kijken. Ja, hier zien we PSV op de 14e plaats. En dan hier onderin gewoon wat mindere clubs. Dus op zich is het best wel realistisch. Dan hebben we hier nu de League One. Nou, AC Milan bovenaan. Everton, Real Sociedad, Leicester City. Ook op zich wel normaal niet hele gekke
verrassingen. Wolverhampton 14e, oké, die had ik eigenlijk al wat hoger verwacht. Want Wolverhampton doet het in de Premier League eigenlijk ook dat wel goed. Maar 14e dus voor hun. Dan hebben we natuurlijk nog de League 2. Gaan we even bekijken. En hoe zit het eruit? Nou, Lille bovenaan. En dat, ja, het is allemaal gewoon best wel logisch allemaal. Niet echt hele gekke verrassing of zo. Ja, alleen misschien de enige verrassing is aan Arsenal op de 19e plek. Maar het gaat best wel lekker. Ik ga heel veel snel kijken hoe het gaat met de speler zelf hier bij selectiescherm. Hoeveel wedstrijden ze hebben gespeeld. Nou, Onana natuurlijk gewoon bijna elke wedstrijd gespeeld. Even kijken. Guendouzi speelt op zich ook wel lekker veel. 21 wedstrijden al. Die heeft, is ook weer 78 geleden. Dat is ook hartstikke mooi. Even kijken, want wie hadden we nog meer? We hadden natuurlijk Mukiele gekocht. Maar ik zie hem niet staan of ben ik er al langs? Ik denk dat ik er al langs ben. Doku heeft in ieder geval 1 wedstrijd gespeeld. Maar is ook alweer 71 gereden. Dus die gaat wel lekker. Even kijken hoor, waar staat Mukiele? Hij zal sowieso. Oh, hij heeft 11 wedstrijden gespeeld. Oké, dat valt nog wel mee. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk wel veel op de bank wordt gezet. Jammer genoeg. Maar in ieder geval, ja, we gaan gewoon lekker. Wacht, ik moet trouwens even kijken. Hoeveel doelpunten spelers hebben gescoord, dat heb ik niet gecheckt. Even kijken. Promes 9 doelpunten, 2 assisten. Tadic 4 doelpunten. En Neres 2. Ja, we hebben echt weinig doelpunten gescoord. Volgens mij hebben we echt een heel laag doelsaldo. Dat is op zich ook niet heel erg gek natuurlijk in de Premier League. En we zijn natuurlijk ook niet helemaal bovenaan. Dus niet heel gek. In ieder geval, wij gaan nu door met simuleren tot het einde van het seizoen. En dan gaan we kijken wat de resultaten zijn. En hoeveel ze zijn we geëindigd in de Premier League. En of wij kunnen handhaven. We zijn hier dan helemaal tot de allerlaatste dag. En we hebben dus de laatste wedstrijd gesimuleerd. Dat was tegen Tottenham en we hebben 1-1 gelijk gespeeld. Nou, hartstikke mooi. We gaan dus even kijken hoe we het hebben gedaan. We zien dat al gelijk is dat en we zijn 14e geworden. Nou, dat is op zich hartstikke mooi. Want we zijn gewoon gehandhaafd in de Premier League. En dat is natuurlijk het doel gewoon. Even kijken. Ik zie dat Arsenal 15e is geworden. Dus hier hebben we zichzelf nog even omhoog weten te werken. Maar we gaan even kijken hoe iedereen het heeft gedaan. Nou, in ieder geval Liverpool 1e geworden. En die zijn dus landskampioen geworden met 96 punten. Echt gewoon 16 punten meer dan de nummer 2 Manchester City. Bayern op de 3e plaats. Dat vind ik dan ook wel weer op zich best wel logisch. En die zijn echt weer hard omhoog gekomen. Want die stonden eerst 7e. Dan hebben we daaronder Juventus. We hebben Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, PSG, Tottenham, Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea, AS Roma. Dan wij 14e plaats met 42 punten. 11 punten boven nummer 15. Dus we hebben echt heel erg lekker gehandhaafd. En natuurlijk wil ik volgend seizoen ook weer handhaven. En het seizoen daarop en het seizoen daarop ook weer. Maar het zou mooi zijn als we op een gegeven moment zo hoog kunnen komen dat we de Champions League ingaan. En heel misschien zelfs de Premier League kunnen gaan winnen. Maar dat wordt sowieso super lastig. In ieder geval, ik ben in ieder geval blij dat we gewoon zijn gehandhaafd. En dat was het doel. Olympique Lyon, FC Porto en Sevilla degradeerden naar de Championship. Dus ja, op zich ook niet echt hele grote verrassingen. Dat had ik misschien wel verwacht. Dan gaan we even kijken hoe het in de bekers is gegaan. Nou, we hebben de FA Cup. Daar zijn we denk ik in ronde 3. We waren in ronde 3. Even kijken, waar staat het? Strasbourg. We zijn gewoon uitgeschakeld door Strasbourg met 0-1. Oké, dat is wel echt heel erg vreemd. Maar ja, dan hebben we verder. Ja, hier zitten we ook niet meer in. Hier de ronde 5 en ronde 6. Even kijken, hier zit ook bijna. Ja, hier hebben we wel bijvoorbeeld Leicester die gewoon in de League 1 zitten. Maar wel gewoon in de ronde 6 van de FA Cup zitten. Dan hebben we de finale en dit is uiteindelijk. Oh, nou, er moet nog een winnaar komen. In ieder geval PSG tegen Barça. Dan hebben we verder nog de Carabao Cup. Ja, die is gewonnen door Atletico Madrid. Nou, hartstikke mooi voor Atletico. Dan hebben wij verder nog, even kijken, de Champions League natuurlijk. En ja, Montpellier is echt ver gekomen tot de halve finale. Dat is ook niet zo heel gek met al deze clubs die erin zitten. Leeds, Bournemouth, Lokomotiv Moskou. Ja, dus de Champions League kan ik niet super serieus nemen. Want het is gewoon een zooitje met alle clubs die helemaal gewisseld zijn. In ieder geval, de finale bestaat dus wel uit City tegen Liverpool. Dus dat is dan op zich ook niet echt per se iets heel raars. De finale van de Europa League is Real Valladolid tegen PSG. En ja, PSG gaat hem waarschijnlijk winnen, hoogstwaarschijnlijk. Dus ook niet heel erg gek. Dan hebben we even kijken. Ja, dat was dus Premier League. Dan gaan we nog eventjes kijken bij de andere competities. Namelijk de Championship. En ik ben benieuwd hoe het daar is gegaan. Even kijken, Championship. Nou, hier is het. Lazio eerst gewonnen. Nou, Lazio komt dus naar de Premier League. En Inter ook. Nou, Inter is kampioen geworden bedoel ik. In plaats van Lazio. Maar Inter en Lazio komen dus naar de Premier League. Volgens mij Leipzig ook. Of het was knock-out fase. In ieder geval, ik zie het volgend seizoen wel. Sowieso zijn Inter en Lazio nieuw in de Premier League. En op zich ook wel goede clubs. Dan hebben we verder hier, ja, niet echt grote verrassingen. Wie gaan er degraderen? Gent, Basel en volgens mij Kopenhagen. Volgens mij 3 clubs. Dus ja, die gaan degraderen. Dan hebben we hier in League 1 hebben we Real Sociedad en misschien AC Milan die dus doorgaan naar de Championship.
Even kijken, Leicester vierde geworden, Everton derde. Misschien dat die ook nog doorgaan. Ik weet het allemaal niet helemaal hoe dat gaat. Maar dat zien we volgend seizoen wel in ieder geval. Wolverhampton is negende geworden. Ik hoop voor Wolverhampton dat ze dus volgend seizoen misschien wel kunnen promoveren. Dat zou wel mooi zijn. En even kijken wie er gaan degraderen. Rapid Wien, Young Boys en Malmo denk ik. Dus onderste drie gewoon weer. Dan hebben we League 2. Lille gaat promoveren. Nou, hartstikke mooi voor hun. Hoffenheim waarschijnlijk dan ook. En misschien Torino nog erbij. Dan hebben wij de onderste drie die dan gaan degraderen. Ja, we kunnen niet meer degraderen. League 2 is de allerlaatste. Zurich, Austria, Wien en LASK zijn gewoon helemaal onderaan geëindigd. Maar ja, op zich hebben we best wel een lekker eerste seizoen gehad. We hadden natuurlijk drie spelers gekocht. En ja, ze zijn vast wel goed. Hier hadden we Guendouzi, we hadden Mukiele en we hadden dus Doku. Maar we gaan even kijken hoe ze het hebben gedaan en hoeveel wedstrijden ze hebben gespeeld. Als je eens even kijkt naar Onana heeft heel veel gespeeld. Blind heeft wel veel gespeeld. Martinez, Tagliafico, Promes ook veel gescoord. En ook de topscorer dus denk ik. Guendouzi 35 wedstrijden, natuurlijk hartstikke mooi. Is 79 rating. Mukiele 25 wedstrijden, op zich nog best wel veel gespeeld dan. Want eerst had hij de 11 en uiteindelijk dus 25. En dan hebben wij verder nog Doku. Heeft hij misschien nog gespeeld? Even kijken. Doku, ik denk het niet. Ja, heeft 2 wedstrijden gespeeld. En hier Graafberg 4. Ja, op zich is het wel gewoon redelijk in verhouding en zo met de spelers die ik in de basis heb gezet. Want soms heb je echt van die verrassingen dat FIFA gewoon spelers die jij in de basis zet gewoon op de bank zet. Heel erg raar. Meet je hem dan even de doelpunten en assisten. Nou, Promes 12 doelpunten, 3 assistjes. Thalys heeft het lekker gedaan. Blind nog 6 doelpunten en 4 assists als een verdediger. Nedes 5 doelpunten, 4 assisten valt op zich nog wel mee. Alvarez heeft ook nog wel wat gedaan. Is ook alweer 78 leden. Dat is wel dan mooi. En Schuurs ook nog 2 doelpunten in 8 wedstrijden. Dat is nog best wel netjes. Voor de rest niet echt hele grote veranderingen. Dan ga ik even kijken bij de, eigenschappen. En gaan we kijken hoeveel de spelers zijn gegroeid. Ik zie hier als eerst Anthony plus 5. Hij is 79 rated. Ja, deze gastjongen, hij gaat zo lekker. Ook gewoon in mijn career mode is hij echt hartstikke goed. Kotarski 4 rating omhoog. Ook best wel netjes. Hansen 4 omhoog. Kiel Scherp is 3 omhoog. Ook best wel lekker. Maar met Kudus gaat lekker. 74 rated al. Doku 72 rated. Dat gaat ook wel lekker. Noah Lang hebben we. Onana, Castillo, Pieri, Kikpiri. Kikpiri bedoel ik natuurlijk niet, Pieri. Nordi Mukiele, 80 rating. Hartstikke mooi. Misschien dat die volgende seizoen natuurlijk nog wat meer gaat. We hebben Guendouzi die 2 rating omhoog is. Ze gaan ook hartstikke mooi. En hier hebben we dan Martinez nog. Even kijken, wie nog wat spelertjes? Ja, Veldman en zo. Dan Grafico. Wie zijn er omlaag gegaan? Nou, Klaas-Jan Huntelaar is omlaag gegaan. Stekelenburg en Tadic. En ja, ik wil volgend seizoen denk ik een nieuwe spits gaan kopen. Want we hebben natuurlijk wel gewoon een paar spitsen. We hebben nu Tadic en Kudus, maar Tadic wordt alsmaar ouder. En in de Premier League moeten we gewoon echt goede spits hebben. Dus ik ga denk ik volgend seizoen een nieuwe spits kopen. We hebben best wel wat geld. En we gaan natuurlijk ook veel geld krijgen. Omdat we natuurlijk in de Premier League zitten. En hebben, omdat we ons gehandhaafd hebben. Maar Luis is trouwens weer terug. Die ga ik even in de basis zetten. En Des is nu geblesseerd, zie ik. Oké, nou in ieder geval, dit was het eerste seizoen. Het is dus een miniserie, ik weet niet of ik het al had gezegd. Maar het is een miniserie en ik denk dat we uiteindelijk 4 afleveringen gaan doen. We hebben dus nu seizoen 1 gehad en in de volgende aflevering gaan we seizoen 2 spelen. En dan ga ik natuurlijk weer wat spelers kopen. We hebben nu momenteel 48 miljoen, maar volgend seizoen gaan we natuurlijk meer geld krijgen. En dan gaan we dus hopelijk even wat mooie transfers kunnen maken. En dus veel geld binnenhalen. Maar ja, dat gaan we allemaal in de volgende aflevering zien. Ik hoop dat jullie deze nieuwe miniserie leuk vinden. En ik hoop dat jullie natuurlijk ook leuk vinden dat we gewoon de beste clubs ter wereld. Nou, eigenlijk van Europa. Gewoon in één competitie hebben gezet. En dan gewoon kijken welke clubs het best presteren. En ik zelf vond het wel een leuke idee. En ik heb het ook best wel vaak eens wat comments over gekregen. Om van, ja, doe dit en zo. Maar in ieder geval, dit was de eerste aflevering. Ja, ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook het belletje aan. Zodat jullie een melding krijgen wanneer ik een nieuwe video upload. Of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.